Temperaturen deze ochtend zo rond het vriespunt en hier en daar kan het op de wegen verraderlijk glad zijn. Oppassen dus. Er staan ook al behoorlijk wat files, met name op de A4, de A12 en de A20 is het druk. Dit is het TV West ochtendnieuws van maandag 19 december. Goedemorgen. Straks, het glazen huis in Leiden zit op slot. Maar eerst een ongeluk met een vrachtwagen. In Vlist is vanmorgen een vrachtwagen met koeien van de weg gegleden en in een sloot terechtgekomen. Volgens de eerste berichten zaten er 7 koeien in de wagen. 1 is dood en op dit moment wordt geprobeerd de andere beesten op het droge te krijgen. De chauffeur is ongedeerd. Een brandweerwagen die op de melding afkwam is ook van de dijk gegleden. De bestuurder van die wagen is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De Oost-Vlisterdijk, waar de ongelukken gebeurden, is afgesloten voor alle verkeer. Het is er spekglad. In Delft is dit weekend op brute wijze een woning overvallen. De bewoner werd daarbij bedreigd met een vuurwapen. Het gebeurde in een woning aan de Argentiniëstraat. De politie denkt dat er 3 overvallers waren. Zij trapten 's ochtends vroeg de deur van de woning in, bedreigden de bewoner met een pistool en haalden het hele huis overhoop. Bij de zoektocht naar de daders is een politiehelikopter ingezet, maar er is nog niemand opgepakt. Het is niet bekend wat er is meegenomen. De glazen huisloop in Leiden heeft gisteren 7000 euro opgeleverd. Het was de aftrap van de glazen huisactie van 3FM. Zo'n duizend lopers deden mee aan de loop voor het goede doel. Tijdens de glazen huisactie zitten 3 dj's een week lang opgesloten in een, u raadt het al, glazen huis aan de Beestenmarkt in Leiden. Ze halen geld op voor moeders in oorlogsgebieden. Na de glazen huisloop was er gisteren ook een concert van Snow Patrol. 2 doden in het verkeer de afgelopen dagen. Het gaat om 2 bejaarden, een man en een vrouw. Een van de 2 vrouwen die gewond raakte bij een ongeluk in Delft is overleden. Het gaat om een 78-jarige vrouw die samen met een 83-jarige kennis de Van Foreestweg wilde oversteken. Ze werden geschept door een auto. Ook een 76-jarige Hagenaar die gisteren betrokken was bij een aanrijding heeft het niet overleefd. De automobilist botste op de Melis-Stokelaan in Den Haag op een andere auto. De nieuwe visquota voor Nederlandse vissers gaan leiden tot faillissementen. Dat zeggen vissers in Zuid-Holland naar aanleiding van de nieuwe vangstcijfers die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Nederlandse vissers mogen volgend jaar 15% meer schol en tong vangen. Maar ze moeten het wel sneller doen, want ze mogen minder dagen de zee op. Vissers in Scheveningen zijn valikant tegen. Dat gaat betekenen dat schepen risico's gaan nemen die wij eigenlijk niet willen. Dat ze met slechte weer langer op zee blijven, omdat ze eigenlijk de dagen niet hebben om terug te keren naar de haven. Volgens Van der Kerk heeft het grote gevolgen voor de vissers in Zuid-Holland. Sommige bedrijven overleven het niet, zegt hij. We denken dat de hele sector een 10, 12 miljoen euro gaat verliezen. En dat zal voor een aantal collega's in de sector, maar ook voor ons, toch een zware aanlating betekenen. Er valt voor de vissers niets meer te doen aan de nieuwe regels. Theaterfestival De Parade, die kent u waarschijnlijk wel, maar dit jaar is er speciaal voor kinderen een wintereditie. Dat gebeurde in het atrium van het stadhuis in Den Haag. Er werd geknutseld, veel gezongen en gelachen en natuurlijk mocht je, net als bij Harry Potter, gewoon op de tafel lopen. Ook het Haags matrozenkoor liet zich van zijn beste kant horen. En de volwassenen mochten 's avonds aanschuiven voor een muzikaal diner aan de lange tafels midden in het stadhuis. De eerste kinderwinterparade krijgt volgend jaar mogelijk een vervolg. Dan sport. ADO Den Haag heeft de laatste wedstrijd voor de winterstop niet kunnen winnen. Het werd 4-0 tegen Ajax. Breekpunt in de arena was de domme en vooral onnodige rode kaart voor Ramon Leeuwin. Scheidsrechter Blom stuurde de verdediger al na 12 minuten naar de kleedkamer nadat hij met 2 gestrekte benen een duel aanging. Het is jammer, want ik denk dat de eerste 12 of 13 minuten dat wij het uitstekend hebben gedaan. Dat de manier waarop we wilden spelen dat tot uitdrukking kwam. En dat wij ook op dat moment 3 corners krijgen. En voor mijn gevoel zaten we hartstikke goed in de wedstrijd. Kansjes van Sherry ook nog? Wat zeg je? Kansen van Sherry ook? Ja, ook. En
Dan is het jammer dat door één zo'n moment dat je denk ik de wedstrijd vergooit. Ik probeer de bal te spelen, ik speel de bal ook, alleen dat moet niet met twee benen. En, ja, ik denk dat ook de plek op het veld was niet nodig. Maar ja, misschien overenthousiasme. Ja, het zal je maar gebeuren. Je gaat even boodschappen doen in Scheveningen, parkeert je auto aan de haven, komt terug en dan is je auto weg. Het overkwam de eigenaresse van deze auto. Ze vroeg aan de brandweer of zij haar auto misschien hadden gezien. Nou, dat bleek het geval. Die lag namelijk in het water. Waarschijnlijk is ze vergeten de handrem aan te trekken. Dan kijken we in de ochtendkranten van vandaag. De Telegraaf, allereerst. De brief die de bisschoppen gisteren in alle Rooms-Katholieke kerken hebben laten voorlezen als spijtbetuiging voor het seksueel misbruik is verkeerd gevallen bij de slachtoffers. De brief komt na de publicatie van het vernietigende rapport over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Een slachtoffer reageert met: wat heb ik aan spijt? Mijn leven is naar de donder. En konijnenfokkers maken er een zootje van, dat schrijft het AD op de voorpagina. De actiegroep Ongehoord legt met beelden van zieke, gewonde en dode dieren misstanden in de branche bloot. De filmpjes zijn stiekem gemaakt bij 8 fokkerijen voor consumptiekonijnen. Dierenkenners en politici reageren geschokt op de beelden. En dan gaan we naar het weer. Nou ja, vanmorgen toen ik naar de auto ging, zag ik al hoe laat het was. Het werd krabben, de ruiten zaten potdicht. En op de wegen, met name ook in het oosten van de regio, is het bijzonder glad. De winter laat nu echt even van zich horen, Huub Mizee. Ja, we hebben inderdaad te maken met winterse perikelen en dat betekent dat het hier en daar ook glad kan zijn. Verder hebben we vandaag een wisselende wolking en vallen er vooral vanochtend nog een paar buitjes, mogelijk met hagel of natte sneeuw. In de loop van de dag ook wel weer wat zon, maar tegen de avond vanmiddag komt er weer meer bewolking en gaat het ook weer opnieuw regenen. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig en wordt in de loop van de dag zuidelijk. Gaat dan aan de kust ook weer toenemen tot vrij krachtig of krachtig. En het blijft een vrij koude dag, want het wordt hooguit ongeveer 5 graden. Dankjewel Huub. Houd dus als u de weg op gaat rekening met plaatselijk gladde wegen door natte en opgevroren weggedeelten en ook door winterse buien. Alleen de kuststrook is gevrijwaard van deze winterse omstandigheden. Dan staan er files op de A4 richting Amsterdam. Een file bij Zoetewoude-Rijndijk. De A12, daar is het ook druk in de richting van Utrecht bij Reewijk. En ook op de A20 een langere file vanuit Rotterdam richting Gouda bij Moordrecht. En tot zover het TV West ochtendnieuws voor dit moment. Meer is te vinden op onze website en uiteraard ook op 89.3 Radio West. Bij Sander Otters. Hij heeft het komend uur meer over nette boete op Scheveningen. Het TV West ochtendnieuws is er over een paar minuten weer met dan als belangrijkste nieuws een brutale woningoverval in Delft. En veel meer over het glazen huis in Leiden. Graag tot zo en maak er een mooie dag van.